The Panama Canal, the link for shipping between the Atlantic and the Pacific Ocean. Each year, 14,000 ships cover a distance of 80 kilometers and a difference in height of 26 meters over the course of 8 hours via two lock complexes. The Panama Canal that was opened in 1914 and which remained in American hands until the year 2000 was due to be expanded. Back then it was built over 10 years by 75,000 workers led by Georges Goutals, an American army officer who was the son of immigrants from the vast land. A nice detail because now, almost 100 years later, Belgium is once again playing a key role in the expansion project that was initiated in 2001 by the Panamanian government after it had taken over the canal completely from the Americans at the turn of the century. After a tender procedure, the study and design of the new locks were finally awarded to Tractebel Engineering. Het was wel een van de grote voordelen van ons consortium als we meegedaan hebben aan die aanbesteding in 2001, dat wij konden beschikken over de referenties van de grote sluizen in Vlaanderen, zoals die er zijn in de haven van Antwerpen, noem maar de Berendrechtsluis en de Zandvlietsluis, de haven van Zeebrugge, de Pierre van Damsluis. De drie voornaamste zaken die we bij ons ontwerp moesten in beschouwing nemen zijn grotere sluizen, die uiteraard geschikt zijn voor de grotere schepen, een dieper en breder kanaal en de zorg om water te besparen. Dat waren de drie hoofdlijnen. The new lock complexes will be able to handle ships which are 2.5 times larger than they currently accommodate. They're composed of three chambers, 55 meters wide and 470 meters long, and bring the ships in three stages up to the level of the canal, 26 meters above sea level. Right next to each lock chamber lie three water storage reservoirs through which the lock chambers are filled or emptied by a sophisticated gravity-based system when a ship passes through. And that laat toe om tot 60% van het water te besparen. En op die manier de combinatie van een drietrapsluis met 9 water saving basins gaat naar verbruik toe nog iets minder verbruiken dan de bestaande sluizen. Moreover, the water storage reservoirs minimize the mixing of fresh and salt water. This is important because Gatun Lake, an artificial lake near the Atlantic Ocean that feeds the locks of the Panama Canal, also supplies drinking water for Panama City. We hit a tropical cycle. We get 9 months of rain and 3 months of no rain, or what we call the dry season. And we have to store enough water during those months so that we can continue working the next 3 months without additional rain. Along with the dimensions and the storage reservoirs, the use of rolling gates instead of mitre gates was a third major innovation and a decisive reason for choosing Tractebel's design. For the bigger locks, the rolling gates are more appropriate. They have easier to maintain. We went to Europe, we visited the locks in Belgium and other locks in Europe, and we saw the ease of maintenance, and we decided that that's the technology we want for the Panama Canal. Hier werken we met puntdeuren, en als zo'n deur in onderhoud moet gestoken worden, dan moeten zij die lichten en dan is die ene sluis gedurende 2 weken buiten gebruik. Met onze rolling gates duwen we gewoon die deur in een kamer, wordt afgesloten met een caisson drooggezet en de onderhoudswerken gebruiken ter plaatse. Another point on which Belgian expertise distinguished itself is that the new locks are designed to be wide enough to work with pilot boats for locking the ships, instead of with the locomotives that are still being used in the existing locks. Uiteindelijk is dat een heel dure en arbeidsintensieve bedoeling. Dus om één groot schip te versassen zijn er 8 locomotieven nodig. Die locomotieven moeten bemand worden met opgeleid personeel, er is heel veel onderhoud aan. En in Antwerpen hebben zij gezien dat wij met behulp van 3 of 4 sleepboten die je toch nodig hebt om het schip naar de sluizen te begeleiden, dat ook gaat. At Tractebel Engineering, a multidisciplinary team has been working for 7 years on the study and design of the new locks. Alles begint eigenlijk met verzameling van de gegevens. We hebben hier een resident ingenieur gehad die hier gebleven is van 2002 tot 2003 om eigenlijk de coördinatie met de klant heel goed te organiseren. Uitgaande van die basisdata hebben we in onze bureaus in België dan begonnen met het basisontwerp te doen, de layout van de studie, de oriëntatie,
keken welk systeem. We moesten eigenlijk verschillende sluistypen met elkaar vergelijken. En dat heeft uiteindelijk dan in eerste instantie geleid tot een eerste voorontwerp. Mijn inbreng was eigenlijk vooral het verzamelen van de input van de verschillende partijen die meewerkten aan het project. En het coherent samenbrengen van al die inputs. Dit is ons rekenpakket waarmee we onder andere de structuur gedimensioneerd hebben. En alle krachten worden ingevoerd, zelfs de seismische krachten, de aardbevingskrachten. En daaruit volgt dan verplaatsingen, momenten en uiteindelijk de afmetingen van de sluiswanden. The lock walls are the weight structures, a study all on their own. Dat zijn constructies die eigenlijk gewoon op de grond neergezet worden. Er is geen verbinding door palen, niets gecementeerd. Dus dat ding moet eigenlijk stabiel uit zijn eigen blijven staan. Dus dat mag niet weggeschoven worden door de extreme krachten die erop komen. Dat mag niet omkantelen. En die rotswand eronder, die grond eronder, dat mag niet begeven. En het zijn juist die drie verschillende dingen die we typisch controleren met de modellen. One of the problems for ships approaching a lock is that as soon as the lock door is opened, the fresh water is pushed out by the heavier salt water. Daarbij kunnen grote stroomsnelheden optreden die toch een orde van grootte meter per seconde kunnen zijn. En voor schepen die op dat moment zeer langzaam varen, kan dat een probleem zijn als die stroomsnelheden niet recht op de boeg komen. Op het moment dat daar een kleine afwijking in zou bestaan, dan bestaat de kans dat zo'n schip in zijn geheel naar de zijkant tegen de kant wordt gedrukt. Want die stroomsnelheden zijn inderdaad zeer krachtig. In order to measure these so-called density currents, Mark Sass traveled to Panama several times with the silt profiler, a unique piece of high-tech equipment that was initially developed to measure the silt deposit mechanism in the Durgang dock. Hoe gaat dat? We laten het toestel vallen. Het heeft een aantal sensoren die op een zeer hoge frequentie kunnen meten, zodanig dat we ongeveer om de 5 à 10 centimeter in de waterkolom de slipconcentratie kennen en de zoutconcentratie, zodanig dat we eigenlijk zeer snel een beeld krijgen van wat er in de 20, 25 meter waterkolom daar afspeelt. Eigenlijk de grote technische problemen zaten hem voornamelijk in de hydraulische studies, omdat de eisen die onze opdrachtgever ons stelde naar vullingstijden, naar assassingstijden, heel streng waren. Dus die hydraulische studies die daarvoor nodig waren, die waren toch wel de moeilijkste stuk van onze zaak. To test the computer models against reality, Tractebel Engineering had a special physical model of the new locks built in Lyon. Het is een model, een heel groot model, nog nooit gezien op wereldschaal. 1 op 30. Dus dat betekent dat een schip dat ongeveer een afmeting heeft van 360 meter, dat modelschip 12 meter lang is. Dus eigenlijk een heel groot model. En die testen op dat fysisch model moesten dan aantonen dat die numerieke modelleringsresultaten in orde waren of niet. En eventueel door kleine veranderingen de resultaten bekomen die beoogd werden in de studie. While various contractors from Panama and other countries were busy doing the large-scale earthworks for the Panama Canal, and the Belgian dredging companies Dema and Danil also won contracts for widening and deepening the Panama Canal, preparatory work began in early 2010 for the new Miraflora locks on the Pacific Ocean side. We are in the upper chamber of the locks, above sea level, 30 meter high. This will be water. From there we have to excavate to an elevation of 9 meters, so we have to excavate 21 meters deep. At the bottom will be basalt. And this is an excellent bottom because we don't need, since it's already hard rock, we don't need to cover again with the concrete bottom floor. In the Pacific, in the Atlantic is different. This is a different formation. In the locks in the Atlantic, we have to put a concrete floor. Thank you.
With the greater capacity, thanks to the new locks and the toll, which for the largest container ships today can amount to more than $400,000, no one in the autonomous government company, ACP, which runs the Panama Canal, doubts that the expansion project will be an economic success. As well it must be, because its cost is far from insignificant. $5.2 billion is the total budget of the project. It will be built from now, finished in the year 2014. We plan to pay the project in 8 to 10 years after opening date. 60% of the money will come from the internal revenues. We will reinvest part of the profits, and the other 40% from loans from multilateral agencies. The design of the new locks with the water storage reservoir solution illustrates the attention Tractebel pays to the social importance of the project and proves that economic and sustainable development can go hand in hand. Moreover, it demonstrates that it pays to have amassed expertise from the large hydraulic engineering projects which were carried out in our own country. Moesten wij de referenties niet kunnen gebruiken hebben van de Vlaamse havens, dan hadden we hier nooit een successtory kunnen van maken. Het is once in a lifetime zaken. Dus dat is ook voor de medewerkers die daaraan kunnen werken hebben een enorme motivatie om in het werk dagelijks goed te presteren. En ik denk, als we het geluk mogen hebben om die opening bij te wonen in 2014, dat zeker veel voldoening zal geven.